Welkom bij een nieuwe aflevering van In de Tram. Vandaag hebben we weer met Frans afgesproken in Nierhoven. In Nierhoven bieden vivers wel te verstoren. Onze gast van vandaag is geboren in het Pleitske IJs op 14 december 1943 en woont vanaf 1976 in Nierhoven. Hij is voormalig staatssecretaris en voormalig lid van de Tweede Kamer. Momenteel is hij lid van de Eerste Kamer. Van 6 oktober 2009 tot en met 28 juni 2011 wordt hij voorzitter van de Eerste Kamer. Op 2 juni van dit jaar maakt hij zijn laatste werkdag bij de Eerste Kamer. Reden genoeg om eens met hem begon te praten. We hebben vandaag een aanspraak met niemand minder dan Eerste Kamerlid René van der Linden. Kabeljauw. Hey Frans. Ah, is het draak komt zo veel zijn? Ja, is een busje. Ja, ja. Ik heb de tafel gedekt. Alleen dan moet natuurlijk een get op die tafel komen. Nou, en dat ga ik nu vangen. Nou, dan ga ik wachten op onze gast, want dan moet er zo meteen aankomen. Het is wel lekker busje jong, hè? Dat hoor ik. Kom maar eens een pleitskoetsen. Ja. Goedemorgen. Ik heb meneer Van der Linden opgerold. Goedemorgen. Goedemorgen. Patrick Lambrechts. Lekker weer, hè? Ja, dat is perfect weer, joh. Tot voor de binnenkomen. Ja. Ja. Zo, ik heb er een jas uit doen. Goedemorgen, een jas uit doen. Ja, op de bank. Doe maar. Kabeljauw. Au, au. Aan tafel René van der Linden. Welkom bij In de Tram aflevering 5 alweer. Kun je voor je aanspreken met uw voornaam of heb je geleverd dat voor je aanspreken met uw achternaam? Wat vind je er prettig in? Ja, dat mag gewoon René zeggen, want dat zo sta ik bekend in de politiek. Oké, okay, fijn. Ja. Nou, ik geef het zelf al aan. De meesten nu kennen u van de politiek. Wie komt hier in de politiek? Ik bedoel, we weten het allemaal wel, maar voor de kieker? Ik ga op Wolduke gestudeerd. Mm-hmm. Klein seminarie. Fantastische opleiding erbij. Hier van cultuur, sport. En er wordt één keer per jaar wordt een Europawerk. En ik ben in die periode ben ik eigenlijk helemaal gepakt door Europa, Europese ontwikkelingen. Toen ben ik gaan studeren in naar de middelbare school in Tilburg. Ja. En van daaruit ben ik eigenlijk in de politiek terechtgekomen bij de Kaart voor Jongeren. Mm-hmm. Heel actief. Veel waren met een grote groep in Limburg. Ja. En van de toen zat ik in Brussel als eerst een stagiair en daarna als medewerker op het ministerie van Landbouw. En Lardinois had me toen metgenomen naar Brussel als lid van het kabinet van Lardinois. Mm-hmm. Hij was commissaris in Brussel geworden. En van daaruit ben ik in de Tweede Kamer gekomen. De eerste keer metgenomen de verkiezingen in 1971. Ja. En in 1977 ben ik in de Kamer gekozen. Een interessant ding is dat ik heb met een paar maanden twee keer een heel groot Europese jongeren, Christen-Democratische jongerencongres georganiseerd. Mm-hmm. En van die periode ken ik bijvoorbeeld Van Rompuy, Brok, Den Hoeven, heel veel jongeren die toen actief waren op dat congres in Maastricht. Mm-hmm. Wisten later tegenkomen in de politiek. Als je nou zo terug gaat denken in al die jaren, hoe lang zit je er bijvoorbeeld in de politiek? Actief zit ik in de Kamer dus in Den Haag, nu 38 jaar. 38 jaar. 2 juni huur ik er met op. Ja. Maak de letter zicht, wie dat heeft. Mm-hmm. Ja, dat was ook de aanleiding hoeveel dat voor ruchtjes gevolg hebben. Ja, ik vind politiek nog steeds, het zijn zoals geen toe. Helaas is er een grotere afstand ontstaan tussen de kiezers en de gekozenen.
Politiek had het niet altijd erfgoed gedaan, moet ik erbij zeggen. Maar een gebied was in de samenleving zoiets dat veel individueler geworden, minder gemeenschapsgeest. Ja, soms heb ik ook wel eens het gevoel dat voor het met z'n allen nemen wij dit. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk allemaal heel hoge eisen op het ogenblik. Van leven eigenlijk is het om de Gent, ik ben toch wel veel in de wereld geweest, in het een van de schoonste delen van de wereld. Ik ken weinig plaatsen in de wereld waar het allemaal zo goed voor elkaar is. Mm-hmm. Als we Nederland bedoelt je? Als we bij ons in Nederland. Mm-hmm. Als je nu eens omkijk, heb je natuurlijk leuke dingen meegemaakt, minder leuke dingen. Maar wat gaat je nu het helste missen? Het meeste, wat ik het meeste zal missen is de Europese context. Het is toch zo dat vier dit welvaart hebben kunnen opbouwen dankzij het feit dat we in Europa gezegend zijn met de samenwerking. Dat verbuurt tot de generatie die het langste in vrede leeft. Het is nog nooit zo lang geen oorlog in dit deel van de wereld geweest. Dat kun je voor een deel door de samenwerking met Europa wat kan aangeven? Voor een deel. Wat is het? Ik denk het wel helemaal. Europa is een vredesproject. Mm-hmm. En kijk maar eens wat er gebeurt in Oost-Oekraïne, of kijk maar eens in het Midden-Oosten, ja. Noord-Afrika. Als de conflicten zijn, de meeste die de Tweede Wereldkrieg metgemaakt had, die zijn dood. Ja. Maar je verwoordt het al schon. Ik bedoel, je zegt, Europa is een vredesproject. Heel veel u ervaren dat misschien niet zo. Ik bedoel, hoe ze zegt, denk ik van ja, er zit een absolute kern van waarheid in. Ja. Heel veel u denken van Europa kost ons een heleboel geld. Europa kost helemaal niet zoveel geld. Dat zeggen de lui, dat ze voor samen wie is gemaakt. Mm-hmm. De totale uitgave van de Europese Unie is nog geen 3% van alle overheidsuitgaven samen. Zo. Nog geen 3%. Mm. En dan moet je voorstellen dat Nederland leeft dankzij de export van belangrijk deel. Ja. Wat we zo noemen de hoogste exportquote, dat wil zeggen het aandeel in het totale binnenlands product, wat geëxporteerd werd, is het grootste in Nederland van alle Europese landen. Maar ik vind dat van iedere burger gevolgd moet worden om zich in te spannen om een bijdrage aan die samenleving te leveren. En dat, naar mijns inziens, gebeurt dat ook erg weinig. Lui om zich heen, dus het is mijn beleving een beetje, die denken van ja, het wordt allemaal geregeld door de staat. De staat verzorgt mij wel, het kunnen we allemaal wel in orde. Mijn man en Lot voor niet vergeten te eten, dat is je bij je, want de koffie wordt koud. Ja, dat zal ik je vertellen, ik zit hier. Ik heb hier vorige zomer eens een keer een belevende smid gemaakt. Volgens mij zouden ze nog net voor dat wijsje door het water. We zullen de Belgische vissen. En ik heb dat bekeken. Dan pak ze een visserskeukenmakker open. En dan haalt er een pitchstang uit. En een klauwhamer. En de hengels. En pak dan zich de pitchstang zo onder water. En dan komen de Hollander langs en de toerist. Jawel, wat bent u aan het doen? Ja, zei de Belg, dat ziet je toch, ik ben aan het vissen. Ja, maar zomaar denk dat kan toch niet? Jawel, zei de Belg. Regelmatig heb ik behoorlijke vangsten. En hoe doet je dat dan? Vertel me dat dan eens. Zei de Belg, dat is vissersgeheim. Allee, zei de Hollander, ik geef die 4 euro als het me vertelt. En ik zeg het een genuier. Dat is de Belg, alleen dat maar. Ik vang ze met de tang en ik hou ze met een hamer kapot. Begint de Hollander te lachen. En wat vingt ze dan op de dag? Och, zegt de Belg. 80, 90 euro. Ligt er aan wieveel Hollanderen dat langskomen. Dich komt van ijs. Nou net, wat heeft dich nou net gedreven? Je woonde in Leidschendam. Ik werkte bij het ministerie van Landbouw en nog daar zo was ik maar vorig secretaris van de delegatie die naar Brussel ging, dus ik was wel weg. Ik zou door een titel, zeg maar 2 dagen in de berg, zat ik in Brussel. Toen kwamen de ouders van de vrouw op bezoek en die houden bij zich ter kuster met de kerk goed te krijgen, Sittard. Vertelde hij dat Schelle, dat was toen gynaecoloog, een boerderij gekocht
in Roosteren. Dus de Roosterhoeve. Mm-hmm. En vier waren ook een stukje. In Limburg naar een boerderij. Toen zei hij, god, we kunnen een boerderij te koop waarschijnlijk in Nut. Want de buurvrouw van ons is er pap van gestorven en je kunt vrij in de gunst waarschijnlijk verkopen. Kom je lang woont je nog wel in Nut? Vanaf de eerste keer dat we in Nut kwamen, kwam de fanfare van Griezengrubbe. Die kwamen christelijkjes spelen. En nu Christmas 1976. Zo, dat is een behoorlijk kritisch. Toen zijn die nog binnengekomen. Komen bij de vrouw Zoeren, bij de buurvrouw binnen. Ja, ja. En daarna bij Joost. Ik vond het geweldig. Mm-hmm. Ik ben een verenigingsmaan. Ja. Naar de hand had de leeghof me gevraagd. Ja, later geloof ik zelfs om beschermd te worden van fanfare. Dat had ik met heel veel plezier gedaan. Mm-hmm. En zo is het gekomen. Ja. Tom, ik denk dat dat ook een leuke uitwoordklep is op een bepaald moment, als je toch zo druk bezat zit wat Geerde zit, om dan nog eens af en toe even op een heel ander terrein bezig te zijn. Ja, want wie geeft dat zo meteen dan? Ik wil even op inhoud wat schaar zit. Je gaat in juni stoppen met de Eerste Kamer, dat is toch een behoorlijk pakket van uw werk wat je nu doet. Wie geeft het leven dan goed zijn? Je gaat nog een heleboel nevenactiviteiten zorgen. Ik heb altijd een combinatie gezocht van betrokken zie je bij vrijwilligerswerk. Mm-hmm. En andere activiteiten. Ja. En ik moet zeggen dat als ik kijk naar wat er allemaal gebeurt in de samenleving, dat is fantastisch om te zien hoeveel vrijwilligers. Ja. Ja. Dat is echt geweldig. Ik zit nu altijd in de stichting Kasteel Wijnensraden. Mm-hmm. Moet ik er wel bij zeggen, ik doe het mensen van het allemaal, maar als ik zie wat hangen, omdat je altijd weg bent. Taken wordt verdeeld zijn, hè? Maar soms kan ik ook gewoon een keer een beetje helpen. Mm-hmm. Maar als ik zie wat daar die vrijwilligers doen, nou, chapeau, dat is echt ongelooflijk. Ja. Ik neem mijn deks ook in Den Haag. Mm-hmm. Nou, dus ik kijk naar organisaties die actief zijn voor ontwikkelingsleng. Mm-hmm. Stichting van de Breken, Malawi. Een heleboel activiteiten die ook met Afrika te maken hebben. Dan ben ik lid van de Karlspreis Stichting in Orke. Die ieder jaar de Karlsprijs uitdrukt op Hemelvastdag. Mm-hmm. Dus, ik ben ereburger van de stad Luik. Okay. Dat zijn allemaal leuke dingen. Wie kent ze het dan? Als je ereburger wordt van de stad Luik, dan wie gaat dat? Dan is het ook een politieke carrière. Nou, ik denk dat dat vooral is omdat ik ben altijd een promotor geweest van de stad Luik. Okay. Ik vind het een geweldige stad. De multiculturele samenstelling. Ja, ja. Het is nog niet allemaal fijn aangeharkt, maar die hebben natuurlijk een geweldige historie. Mm-hmm. Dat is echt. Dat kent je ons niet voorstellen dat Luik een van de rijkste steden nu in hier geweest is. Ik heb natuurlijk een fantastisch leven gehad. Dat hebben we alleen maar kunnen doen omdat ik zo'n geweldige vrouw heb. Mm-hmm. En gisteren was ik in de kerk in Norbeck en dat pastoor daar gepraat over de liefde. Eeuwig trouw enzovoort. Ja, en dan moet ik toch zeggen, ook wie hij dat vertelde, had hij een boodschap metgegeven. Firma, een geweldige relatie. Ze wist hoe ik ook kwam. Ik ben de ganse wereld afgewezen, maar nou, ja, vooral in Europa en in Oost-Europa. Mm-hmm. Ik was altijd op me rekenen. En ik kon altijd op haar rekenen. Zeg maar, interessant vind ook voor ons Limburgers, Den Haag, Limburg, wie ligt die verhouding bij u? Wie loopt zich uit? Nou, ik heb dus bewust gekozen voor de politiek en ook om in Limburg te wonen, mm-hmm. Want vier woonden in Brussel. Wie gekozen wordt in de Tweede Kamer, kwam ik in Brussel terug. Mm-hmm. En het eerste gesprek, herinner ik me nog goed, met koningin Juliana in dit niet, ik was juist Kamerlid. Moest ons introduceren, ieder Kamerlid moest zich introduceren. En toen zei ik, nou, ik ben op de eerste plaats Europeaan. Ja. Want dat is de toekomst van mijn kinger. Identiteit. Ja. En ik zag, en het is nu ook de toekomst van ons kleinkinger. Mm-hmm. Op de tweede plaats ben ik Limburger. Want ik ben, dat zit mijn roots. Mm-hmm. Daar ben ik geboren. Dat is hoe ik vuur in de politiek gewoon. En op de tweede plaats ben ik in de vierde Nederlander. Ik neem ook nooit Hollander, ik bedoel, over mijn kaart schreef ik nooit Holland, ik zie altijd Pays-Bas, de Netherlands. En die worteling, die is zo belangrijk. Ik
mijn bezoek tegen ontwikkeling in Nederland in de politiek zond. Ja. Dat vuil, die wonen in de Randstad. En die zien dat als een baantje. Ja, exact. Tweede Kamer, zie je, Eerste Kamer, is net een baantje. Dat is volksvertegenwoordiger zien. Mm-hmm. En ik word de enige in der tijd. Als Kamerlid, de spreekuur. Ik hou in hij en Nutt houden spreekuur. En je wil toch zeggen dat spreekuur, daar leert ze zo ontzettend veel van. Ik zeg niet dat ze heel veel kan storen, maar dan kan ze wel, dat ze leert veel, want dan weet ze wat bij de lui leeft. Exact, in het veld gebeurt het natuurlijk. En wat ik achteraf niks merkte, dan kwam ze lui dingen. En die zag ik, god zitten, ik ga toch wel plezier gehad van het gesprek. Mm-hmm. En dan de vrouw zorgde voor koffie. En ze vonden het ook, als ik niet door was, vonden het altijd ook dat we als ik jonger zat, hoeveel telefoontjes en gesprekken. Dat is nog veel minder als Eerste Kamer, met de Tweede Kamer heel erg, en der tijd heel intensief. En de koets ook dingen met naar Den Haag nemen. Ik kan daar veel vuur willen vergeven. En dan bleek achteraf gewoon dat aandacht, het gesprek. Ja. Dat zo belangrijk is. En ik geloof dat vandaag de dag net anders is. Vertel me nu eens, wat ze nu in al die politieke jaren, wat is dan het leukste geweld dat ze hebben uitgemaakt? Ja, ze zijn natuurlijk heel, mag ik wel zeggen, heel veel ontzettend mooie dingen. Mm-hmm. Met het allermooiste is toch geweest de Europese Conventie en de Raad van Europa. En in de Assemblee van de Raad van Europa worden 47 lang vertegenwoordigd. En eigenlijk heb ik toch geleerd. En dat we hebben dat sowieso al veel minder, dat we op moeten passen met het vingertje omhoog naar anderen. Mm-hmm. Want als je kijkt naar, zeg maar, of het nu Luzen doet Rusland, of het Oekraïne, of het Azerbeidzjan, of het Turkije enzovoort. We hebben altijd het heel snelle oordeel klaar. En dat zijn een heleboel zaken nog niet op orde, dat is evident, hoeven niet lang over te kallen. Ja. Maar wie lang heeft vier ervoor gedaan om een democratie op te bouwen? Ja. De Russen hebben nooit democratie gekend. Ze zijn pas begonnen vanaf 1991 met een klein vormpje stappen te zetten. Mm-hmm. Rusland is het grootste in oppervlakte, het grootste land van de ganse wereld. Met alle culturen, alle religies, dat is ongelooflijk gecompliceerd. Ja. En die verkennen niet goed wat er gebeurt, maar we moeten ons wel proberen te verplaatsen in de omstandigheden waar die zitten. Zo, en lubbetje spreken een beetje. Ja, leuk, ik heb schoot voorzellig Frans, top. Ik heb ook nog geen leuks. Kent ze hem nog? Ja, ja zeker. Wie je net bent komen, de komst van Lemiers. Ville. Ville? Ja. Ik ga dat hier dag Lemiers. Ville? Ville. Toen ben jij begonnen. Ja. 18 mei 1989. Dus ja. Maar toen woonde ik nog in Ville. Ah, toen woonde ze nog in Ville? Ja. Wanneer ben je dan net gekomen? 1 juli 91. Daar is nog een goed dingetje. Een goed boek bij gehad. Een goede scherig. Wat? Heel veel leuke dingen. Ik heb met in 91 de verkiezingen in Maastricht met het CDA gedaan, met de bovenste, wordt toen nog lijsttrekker. Frans, ja, ze gewoon ons tafelgesprek afronden niet langzaam. En dan ja, de wens verenigen altijd met een lekker druppeltje, hè. Maar ziet, hij zit dat langzaam in orde kunnen gaan maken. Ja, een lekker druppeltje. Kijk, wat mij natuurlijk altijd toch wel een beetje verbaasd had, om het netjes uit te drukken, is dat voor dat werk wat ik in de Raad van Europa door had, wat echt van, nogmaals zo fascinerend was, in Limburg bij de media nooit geen enkele belangstelling hoor. Okay. Ze zijn alleen maar geïnteresseerd als er conflicten zijn. Mm-hmm. We hebben nu een grote bijeenkomst met Azerbeidzjan bedrijven, wat voor Limburg heel belangrijk is. Het enige wat ze willen voor praten is de mensenrechten. En natuurlijk, ik heb heel veel georganiseerd voor mensenrechten met de Politkovskaya uit Rusland, met alle mensenrechtenverdedigers, conferenties georganiseerd in Straatsburg. Echt, en dat is vitaal is het. Maar we moeten vooral zorgen dat als ze het wel toe aan omstandigheden en andere lengte, dan moeten ze zorgen dat ze culturele contacten hebben, studentenuitwisseling, ja. Handel, ja. Sportuitwisselingen. Ja. Dat is de beste methode om in andere lengte van ongeopgetten te veranderen. En dan kennen ze toch niet van boete af veranderen. Ik vind sowieso een beetje media eigen, hè? In te zoomen op negativiteit. En, ja.
mooi. Maar als afsluiting. Kijk eens aan. Pils. Beroemd pilsje. Ja, pilsje zeker. Ja, we hebben een. SBF. Onderscheiding gehad al met. Schra, einde van dich. Ja. Goed René, nou, ik wil je hartstikke bedanken voor het prachtige gesprek dat we gehad hebben samen. Dat was het maar smaak, hè? Ja. Maar wij zullen van gaan proosten. Ik zou graag proosten op de buurman van mij, de buurvrouw. En wat? Plan en Rizzo, dat is de beste buren die ze in Lutkens hebben. Dat is niet eens bedenken. Voor wonen hij nu, bijna 40 jaar. En we hadden alleen dat plezier van hier. Dat is fantastisch. Oh, geweldig. Dames en heren, hartelijk bedankt voor het kijken naar In de Tram deel 5. En hopelijk tot een volgende keer. Tot ziens. Tot kijk. Santé. Tot ziens.